Lieve ondernemers, even tussen de soep en de patatjes door wil ik het met jullie hebben over het reageren op posts die in Facebookgroepen zitten, staan, waar mensen hulp vragen, waar dat duidelijk jouw forte of jouw zone of genius niet ligt. Dat marcheert niet. Ik zie dat jammer genoeg steeds vaker gebeuren. Dat mensen, zelfs professionals die al lang meegaan in hun business, zal ik maar zeggen, in hun sector, dat die steeds vaker gaan reageren op vragen waar duidelijk gevraagd wordt naar een specifieke expertise of een specifieke omstandigheid die niet 100% matcht met waar die mensen eigenlijk hun forte ligt of waar hun kern ligt in hun business. Dat ze ongetwijfeld wel iets kunnen meebrengen, meegeven omwille van hun uitgebreide ervaring bijvoorbeeld. Alleen, dat marcheert niet. Daar wil ik het heel graag eens even met jullie over hebben. Waarom werkt dat niet? Dat werkt niet voor twee redenen. Eerst en vooral werkt dat niet omdat je op die manier een verhaal naar buiten brengt dat niet coherent is met het beeld dat je klanten of je potentiële klanten mogelijk vandaag al hebben over wat dat jij nu precies doet. Als we nu het voorbeeld pakken van een automechaniker. Een automechaniker kent heel veel van een auto. De vraag is of dat die automechaniker nu plots ook de geschikte persoon is om te gaan ondersteunen in de sales room van de winkel bijvoorbeeld. Ja? Ik hoop dat je snapt wanneer dat mensen u altijd gezien hebben als die mechaniker, dat dat wel een hele lastige is wanneer dat jij dan zo ineens komt vertellen in een Facebookgroep of op het marktplein, maakt eigenlijk allemaal niet uit, dat dat nu plotseling uw nieuw verhaal is en dat jij wel zeker en vast kunt helpen. Zeer verwarrend voor mensen die je vandaag al kennen. 1. 2. Ook een beetje mee opletten in die zin dat je daardoor je reputatie, waar je mogelijk al heel lang hebt aan opgebouwd, dat je die eigenlijk een beetje teniet aan het doen bent. Ik heb steeds vaker, en daar moet ik misschien eens een andere video over doen, steeds vaker zo het gevoel van, denken die nu echt dat er hier onnozelaar op staat? Mensen, wij, ondernemers, wij weten heus wel nog wat er vorige week gebeurd is. En als je nu plots komt vertellen dat je iets totaal anders doet, waar je keigoed in bent, dan verlies je heel veel van die credibiliteit. En dat is het enige dat wij als kennisondernemers vandaag hebben, waar dat wij ons op kunnen baseren, om dat vertrouwen bij onze klanten en bij onze potentiële klanten te kunnen gaan krijgen, verkrijgen, blijvend, hoe zal ik het zeggen? Blijven bevestigen dat daar een goede reden is waarom dat ze in ons gaan geloven. Ja? Ik vind het ook altijd een beetje jammer om te zien hoe dat mensen dan zo plots van hun pad afgaan, ongetwijfeld vanuit goede bedoelingen, van ja, ik kan jou wel helpen, alleen help je die mensen daar niet mee voort. En dat brengt mij aan reden 2 waarom dat niet werkt. De tweede reden is heel eenvoudig. Je helpt die mensen daar niet mee. Punt. Dat klinkt nu heel erg cru en ik voel dat heel hard. Als jij plots jezelf gaat aanprijzen als de beste consultant om je showroomverkoop te gaan verhogen, tot op zeker niveau gaat dat misschien wel helpen, maar wanneer dat we het echt gaan hebben over de kneepjes van het vak, dat is het punt waarop dat je dan zelf niet meer kunt meegaan. Hè? Dat is hetzelfde alsof dat ik mij nu morgen bijvoorbeeld plots zou in de markt gaan zitten wanneer dat er een vraag komt, kan er iemand mij helpen? Ik heb een boekhoudvraag bijvoorbeeld. Ken ik iets van boekhouden? Ja, ik doe onze eigen boekhouding al van 2010, dus wat is dat? Dat is 14 jaar ondertussen. Ken ik daar veel trucjes van? Ja, waarom? Omdat ik daar zelf al heel veel onderzoek in heb gedaan en weet ik veel wat. Ben ik de juiste persoon om echt advies te geven? Fucking hell no, sorry, dat mag misschien niet. Maar dat is mijn métier niet. 1, 2, ik word daar niet vrolijk van. Dus op lange termijn kan ik die mensen daar dan ook niet verder mee helpen. Als je echt, en ik geloof dat, hè, heel vaak zie ik dat gebeuren vanuit de allerbeste intenties. Dus dat heeft niks te maken met, ik zal mij hier eens even gaan profileren. Die heb je ook, maar laten we heel eerlijk zijn, die haalden er direct van tussen. En het universum regelt dat voor ons altijd, dat dat wel juist wordt geleveld. Als je die mensen dan echt wilt verder helpen, als je daar echt zo mee begaan bent, en dat zie ik ook bij de mensen, dat vind ik geweldig, dan verwijs je gewoon
Met heel veel warmte, heel veel liefde en heel veel plezier door naar andere mensen. Ook al is dat eigenlijk toch een stukje in mijn eigen business. Als je gaat opzoeken, dan ga je merken dat ik zelf heel regelmatig mensen doorverwijs naar andere mensen rond business coaching. Ook al is business coaching de arena waar ik zelf in speel. Waarom? Er zijn stukken waarvan ik weet dat mensen beter af zijn bij, ik zeg maar iets, hè, een Kim van den Berg bijvoorbeeld. En het gaat om echt dat gealigneerd te gaan werken. Of een Veerle Stevens. Of vroeger verwees ik ook heel vaak door naar een Greet Bunnes bijvoorbeeld. En ook andere mensen die ik hier nu niet vernoem. Waarom? Omdat het daar telkens gaat om een stukje waarvan ik weet, diep in mijn hart, ja, ik kan daarin helpen. En weet je, eigenlijk hebben ze die mensen nu nodig voor dit issue, voor dit probleem. En dat is misschien een beetje tegen wat we allemaal geleerd hebben. Heel veel ondernemers, zeker dienstverlenende ondernemers, denken van als er een hulpvraag wordt gesteld, dan moet ik zeggen dat ik kan helpen en dan steek je je hand op. En dat is belangrijk wanneer dat het echt uw forte is. Maar zodra dat het eigenlijk niet is wat je bijna wekelijks, bijna dagelijks mee bezig bent, mocht je voor jezelf eens gaan reflecteren, maar wie is nu de beste persoon in de hele wereld die die mensen kan helpen? Waarom voelt dat misschien een beetje tegennatuurlijk? Wel, dat is heel eenvoudig. Mensen denken dat ze dan inkomen gaan verliezen omdat ze die persoon niet hebben verder geholpen. Niets is minder waar. Ik verwijs met heel veel warmte en heel veel liefde door naar andere mensen. Waarom? Eén, ik wil hebben dat die persoon in kwestie wordt voortgeholpen door de allerbeste persoon. En als ik dat niet ben, dan ben ik daar ook gewoon heel eerlijk in. Dan ben ik dat gewoon niet. Twee, die mensen onthouden dat. Want op dat ogenblik, als je zo iemand hebt warm doorverwezen naar iemand waarvan dat je echt voelt, ja, dat is een match. Die kunnen echt wel samen iets gaan doen. Dan nemen die dat mee als die persoon heeft mij eigenlijk ook heel hard verder geholpen. En dat is een belangrijke. Heb ik je dan allemaal de no, like, trust, buy fases waar iedereen doorgaat. Dat zorgt ervoor dat mensen al direct sneller jou gaan vertrouwen. En dat is niet om die mensen iets uit hun zakken te kloppen in de toekomst. Zeer belangrijk. Het is wel belangrijk dat die mensen dat meenemen in hun hart. Ik geloof dat ook heel hard. Dat ze dat meenemen in hun hart. En wanneer er nog zoiets iets naar boven komt, dan zijn die sneller geneigd om eens terug te komen checken bij jou. Zeg, kun jij nog eens even meekijken? Is er misschien nog iemand die dat je daarin kunt aanbevelen? Of die stukjes. En als het op dat ogenblik aan jou is om te zeggen van, oh, maar dat is iets waar ik echt helemaal vrolijk van word, dan kun je dat meegeven. En anders ga je gewoon exact hetzelfde doen. Met heel veel warmte de volgende persoon gaan doorgeven, waarvan dan je zegt, ga daar eens horen of ga daar eens horen. Werkt 100.000 keer veel beter. Ik heb al gezegd, ik zie het vaker en vaker gebeuren, dat mensen toch proberen, dat geeft mij altijd zo'n beetje het gevoel van, oei, ze proberen er de controle op te houden, ze proberen mensen kort bij hen te houden. Ik zie het steeds vaker gebeuren. Ik weet niet of dat iets te maken heeft met het feit dat mensen denken dat er volle komkommertijd aan de slag is. Ik geloof daar niet in, dus misschien ook nog eens voer voor een volgende video. In elk geval, op het ogenblik, en dat is eigenlijk mijn vraag aan jou, als je vanaf nu gaat reageren op een postje, op een Facebookgroep, op aan de schoolpoort, wanneer er iemand een vraag stelt, van zeg, ik ben op zoek naar iemand die dit en dat en deze en geen allemaal kan gaan doen, en je voelt zo de nood opkomen om te zeggen ja, terwijl het eigenlijk zo niet helemaal is, dat je jezelf al een keer eens een schouderklopje geeft van, hey, kijk hoe, ik ben er nu op zijn minst bewust van. En als je het ziet zitten, verwijs dan gewoon een keer eens met heel veel warmte en heel veel liefde door naar andere mensen, die mensen nog veel beter kunnen verder helpen. Want uiteindelijk, draai het of keer het hoe dat je het wilt, in onze business draait het om het vooruit helpen van mensen en niet het om zeep helpen van mensen. En probeer maar eens goed daarover na te denken. Bekijk hem dus nog een tweede keer. Geloof me, wanneer je jezelf naar voren schuift en zegt, ik ben de beste, terwijl dat helemaal uw zone of genius niet is, of dat is echt helemaal uw area of expertise niet, op dat ogenblik help je het gewoon compleet om zeep.
Dat was het voor vandaag. Heel veel plezier. Ik hoop dat je er zelf een paar keer op mocht betrappen. Zoals bij mij, ik doe dat al jaren, dat doorverwijzen. En nog heb ik er mezelf af en toe op te betrappen. Niemand is perfect. Progressie is belangrijker dan perfectie. Maar ik hoop uit de grond van mijn hart dat je hier eens over gaat nadenken. Dat je jezelf de schade niet meer toebedacht door op die manier te gaan reageren en gewoon het batonnetje door te geven aan de volgende. Heel veel plezier en tot binnenkort!